Uiteindelijk moet je zo laat mogelijk gaan, omdat je het wel moet volhouden. Maar altijd eerder dan de rest. Dus ik zou zeggen, zo laat mogelijk, maar eerder dan de rest. Nou, allereerst wordt er geloot. Dan is het kijken wie staat er waar. Dus zitten bijvoorbeeld de sterkste voor je of achter je. Nou, als je voor je zit, dan rij je een heel andere race dan als je achter je zit bijvoorbeeld. Dus dat plan maak je eigenlijk in de drie rondes dat de derde nog in de baan zit. Nou, dan gaat de derde in de baan uit en dan probeer je je plan uit te voeren. En dat is deels een beetje voorspellen wat de rest gaat doen en deels je eigen plan trekken en anticiperen op de anderen. En dat is soms lastig, maar dat is wel het spelletje. Meestal heb ik als vuistregel voor mezelf 4 uur van tevoren een soort van wakker worden. Dus als ik, volgens mij is het WK, zou dat om 3:30 heb ik mijn eerste race. Dus dan ga ik in principe proberen tot 11:30 in bed te liggen. Of in bed te liggen of even kort te ontbijten ervoor. Maar echt bedrust tot 11:30. Dan rustig gaan eten, douchen, spullen pakken, rekken. Dan ga je naar de baan toe en dan doe je de verdere voorbereiding op de fiets. Dus op de rollenbank, sprintje trekken, lange sprint. En dan moet je de baan in en de wedstrijd rijden. Ja. En ik gebruik nooit verder muziek of zo. Dus ik probeer, als ik op de baan ben, dan neem ik alles gewoon in me op. En probeer ik vast de sfeer van de baan te proeven en dan is het gewoon rijden. Wat heel gaaf is dat je gewoon snelheden tot 75 km per uur behaalt. Dus je hebt geen remmen, dus je moet echt heel goed kunnen sturen. Verder is het natuurlijk een spelvorm. Het zijn allemaal spelletjes. Als je bijvoorbeeld het schaatsen hebt, dan heb je een wedstrijd van 5 km of 10 km altijd tegen de klok. Hier rij je altijd tegen tegenstanders. En het zijn dus altijd tactische spellen. En dat maakt het heel aantrekkelijk om naar te kijken en om te doen. Ja, er zijn een aantal tegenstanders waar ik wel veel van verwacht en waar ik ook nog niet echt soms heb tegen gereden dit seizoen. Dus bijvoorbeeld de Duitse Levy, Maximilian Levy, die werd Europees kampioen. En toen raakte ik niet in de halve finales. Dat was in oktober. Verder de Australiër Matthew Glazer, daar verwacht ik veel van. Misschien Nieuw-Zeelanders nog. Maar ik zat mezelf wel in de top 5 favorieten. Ja, een WK in eigen land is gewoon een rare wedstrijd. Dat is niet te vergelijken, denk ik, met een WK elders. Ik hoop en ik ga ervan uit dat wanneer je op de fiets zit en de race begonnen is, dat alles weer hetzelfde is als altijd. Dat het gewoon een race is. En dat heb ik ook op de Spelen gehad. Dat was eigenlijk gewoon weer een race. Net zoals op andere wedstrijden. Dus ik hoop dat het hier ook zo zou zijn, dat denk ik wel. Uiteindelijk is het ook gewoon een fietsrace en verandert er niks aan dat het in Apeldoorn is. Maar dat maakt het extra speciaal. Ja, weet je. Het blijft heel speciaal om een wereldbeker te winnen. Ik heb het volgens mij 2 keer eerder gedaan, of 3 keer misschien. 3 keer. De laatste keer was januari 2016. Dit is de eerste keer in de deuren van Beats. Eigenlijk op een veel overtuigender manier dan ik afgelopen jaar heb gedaan. Ik was altijd meer van de tactieken en om de deur tussendoor. Vandaag ging ik gewoon alles zelf aan. Ik heb eigenlijk goede benen gehad vandaag en ik denk dat ik een stap heb gezet. En om dit te doen op de eerste wereldbeker met Piet. Dat is mooi. Ja, ik denk dat uiteindelijk is het gewoon moeilijk om echt, als je te ver van achter zit, om er dan nog overheen te komen op de finish. Stel je zit in 5e of 4e positie en je moet dus de laatste bocht nog 3 man voorbij. Ja, dat is bijna een onmogelijke taak. Dan moet je zoveel harder fietsen, dat is bijna onmogelijk. Dus uiteindelijk moet je zorgen dat je gewoon de laatste 1,5 ronde ergens in de top 3 rijdt. En van kop moet je het dan proberen vol te houden.
Maar als je op 3 zit of 2, ja, dan moet je er voorbij. En het is vooral zorgen dat als de wedstrijd echt snel wordt, dat je dan niet meer helemaal achteraan zit. Uiteindelijk is het mooiste als jij net op de streep de rest voorbij rijdt. Maar goed, daar kun je natuurlijk niet op speculeren op zo'n WK. In principe is dat iets veiliger om zelf wat eerder te gaan. En dat zal ik dan waarschijnlijk ook proberen op het WK.